dan hebben wij Belgen toch nog altijd één troost. We kunnen nog altijd een frietje met steken. Maar zelfs met onze nationale friet blijkt het niet zo goed gesteld te zijn. En dat is zelfs onze Nederlandse collega's van het magazine 1 Vandaag opgevallen. Ik ben verzocht op friet, op friet. Wie denkt dat dit verhaal gaat over gewoon een vette hap, is cultuurbarbaar. Friet is voor de Belg een serieuze zaak. Lekker op Belgische wijze. Dat is iets onbewust levensnoodzakelijk. Een stukje Belgische cultuur. Hè? Ik denk, moest de frieten afschaffen, dat de geluksindex van de Belg met toch een aantal percenten zou zakken. Ik ben verzocht op friet. Maar het Belgische frietje loopt gevaar. De Bond van Friettoeristen luidt de noodklok. Er komen te veel patattenbakkers op de markt die het niveau omlaag halen. Er zijn zo twee misverstanden over frieten. Dat is dat iedereen dat kan. En dat men er ontzettend snel heel veel geld mee kan verdienen. Ja, als je die twee combineert, dan voelen er zich heel veel geroepen. Niets lijkt dommer dan een aardappel. Maar dan ken je de aardappel nog niet. Willem Assaert, culinair journalist, neemt ons mee langs de frietkotten van Antwerpen. Hij zal ons Hollanders eens leren hoe poëtisch patat kan zijn. Kijk, die puree, dat die spuit er bijna uit. Dus je hebt dat contrastgevoel. Het is gelijk in de hot gastronomie in feite. Het is een spel van texturen. Dus krokant langs buiten en dat mollige, dat vettige, dat bloemige, die puree van binnenin. 1 op de 3 Belgen bezoekt wekelijks een frituur. Steeds vaker krijgen ze slappe aftreksels die afbreuk doen aan het nationale erfgoed. Bernard Lefebvre van de Bond van Frituuristen ziet elk jaar 500 nieuwe patatzaken opengaan. In deze moeilijke economische tijden lijkt het zo ideaal. Eigen zaakje, iedereen lust friet, maar zo makkelijk is het niet. We zien toch dat een derde van de frituren houdt het geen 3 jaar vol. En dat is voor vele redenen, maar wij denken dat een goede voorbereiding, dat men tenminste weet waar men aan begint, dat toch heel wat desillusies zou kunnen vermijden. Door de toestroom op de frietenmarkt gaan Belgische patattenbakkers gekke dingen doen. Zoals zoete Nederlandse mayonaise serveren. Een aanslag op de goede smaak. Wij Vlamingen, wij huiveren. Bij de idee alleen al, het is die zuurte die dat vet countert. Ook weer die tegenstelling. Ja, wij denken na over eten. Hè? Wij eten niet zomaar. Een cursus frieten bakken in Zuid-België. 25 avonden lang kunnen toekomstige frietouristen hier ruiken aan het beroep. Wat gebeurt er in dat proces? Dus met die frieten? Ze wordt zacht. Er wordt praktijk gegeven, er wordt ook wetgeving gegeven, er wordt ook hygiëne gegeven, er wordt ook een uitleg gegeven over oliën en vetten. We gaan ook naar de brandweer voor te blussen. Dat is een bescherming voor het beroep, dat niet iedereen die zomaar kan beginnen aan een frituur als er geen verstand van heeft. Door de cursus besluiten velen om toch maar niet met de frituur te beginnen. De Bond wil deze cursus nu verplicht stellen om de wildgroei tegen te gaan. Wij willen geen frietuniversiteit beginnen waar je 5 jaar moet gaan studeren. Hè. Maar weet tenminste voordat je eraan begint waar je je aan mocht verwachten. België moet opkomen voor zijn erfgoed. Regels en diploma's zijn nodig in deze onzekere tijden. Goede friet laat je niet over aan iedere koekenbakker. Als je natuurlijk niet beter kent, ga je dit aanvaarden als zijnde goed. Maar als je weet hoe dat er een echte friet moet uitzien en hoe dat een echte friet moet smaken, dan ga je niet echt tevreden zijn met dit resultaat. Kijk, het instituut van onze nationale friet ontleed en verdedigd door Nederland.